Een klassieker in het amateurvoetbal. IJsselmeervogels Katwijk. Samen goed voor 11 sterren op de borst. Het symbool van het aantal landstitels. IJsselmeervogels 7, Katwijk 4. Titanengevechten uitgestochten. Met de kans van Ter Voert. De koploper Katwijk met de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Het is een gezapig begin. Door een poging van Moro. Daar heeft Kibo nog moeite mee. Hij weet die bal wel goed verwerken. Het voorjaarszonnetje legt de wedstrijd een beetje lam. Tempo ligt laag. IJsselmeervogels houden redelijk makkelijk stand. Mengering, de topschutter, komt ook nauwelijks in het spel voor. Hier wel gevaarlijk. De Schaap heeft goed het oog in die vrije trap van Mengering. Hij besliste de heenwedstrijd toen in de 90ste minuut. Sanchez. En let dan op Suzanne. Die wordt eventjes over het hoofd gezien. Suzanne, de aanvoerder. Kapt hier schitterend twee spelers vrij. Maar in plaats van een kronskogel is dit een inzet die nauwelijks pijn doet. Hij gooit met een propje papier. Dus kan Schaap redding brengen. En dus geen doelpunten in de eerste helft. Katwijk wel iets sterker. In de tweede helft begint IJsselmeervogels goed. Oosturk combineert met Olijfveld. Neemt hem dan net niet lekker mee. Dus kan Kieboom redding brengen. De aanwijzingen vanaf de kant van Leushuis. IJsselmeervogels een lastige ploeg. Zeker hier op het rode gedeelte van de Westmaat. Wist al de nummer 2, 3, 5 en 6 van de ranglijst pijn te doen. Olijfveld probeert het ook maar een keertje. De topschutter van IJsselmeervogels. Hier is hij opnieuw. Alleen Oosturk voor het doel. Dus moet hij even wachten en kunnen ze bij Katwijk achterin ingrijpen. Carmelia. Die gaat nog wel over de knie. Vrije trap voor IJsselmeervogels. Dat duidelijk het heft in handen neemt in de tweede helft. Katwijk wordt lichtjes teruggedrongen. Kieboom maakt zich duidelijk zorgen om die vrije trap. Moro andermaal achter de bal. Die was in de eerste helft redelijk gevaarlijk. Daar is hij weer. En Kieboom ziet die bal tot zijn opluchting. En tot de opluchting van iedereen bij Katwijk naast gaan. Maar het gaat dus moeizaam voor Katwijk. Gaat de koploper dan punten verspelen? Mengering, Schet heeft wat ruimte. Schet met de actie. Hovenstad gaat er letterlijk door zijn hoeven. Schet in de korthoek en daar is dan toch dat doelpunt voor de koploper. Met pijn en moeite, maar die Edel Voorsprong is daar. Hovenstad letterlijk op zijn knieën gedwongen. Gaat hij daarna geblesseerd af. De Schaap in de korte hoek gepasseerd. En dat belangrijke doelpunt voor Katwijk daar, niet gelijk de tweede, Blokland knikt over. En zodoende nog altijd die magere voorsprong. En IJsselmeervogels zou op basis van de tweede helft zeker een puntje verdienen. Maar komt dat er ook? Carmelia, daar staat iemand helemaal vrij. Dat is Buitenhuis, maar die staat buitenspel en kopt op de lat. Het ging met bloed, zweet en tranen. Maar die overwinning voor Katwijk is er wel. Dus is het feest bij de bezoekers. Nog 7 te gaan voor de koploper Katwijk. Gefeliciteerd met de overwinning.